Ik ben Wim van Marsenhulle, ik ben 18 jaar oud en ik speel bij STVV sinds mijn 14e. Ik ben Arno Smeijers, ik ben 16 jaar en ik speel al vanaf de U13 bij STVV. Ik ben Keo Boets, ik ben 16 jaar en ik kom uit de Senderlo. Ik ken de jongens, Keo, Arno, Wim, al wel een tijdje, maar echt aan het werk heb ik hen pas sinds vorig seizoen gezien. Omdat ik ook sinds vorig seizoen stelselmatig de wedstrijden ga bekijken ook. Mijn eerste reactie toen ik mocht meetrainen was meteen van wauw. Dit was natuurlijk een jongensdroom voor mij, want als kind af aan dacht ik wauw, eerste klasse, dat is heel mooi om daar eens te mogen van proeven. En als je dan natuurlijk die kans krijgt, is dat dan geweldig. Het eerste moment dat ik mee mocht gaan was eigenlijk nog bij Mark Brijs. Dus daar was ik heel tevreden mee. En ik ben ook heel blij dat ik bij de eerste ploeg mag komen, want dat is ook zeker een doel. Mijn eerste reactie was dat ik zeer blij was om mee te proeven van het profvoetbal en te kijken en te leren van Kenny Steppen en Daniel Schmidt. Dat zijn topkeepers, dus dat is heel fijn als je daarmee het trainingsveld mee mocht delen. Ja, Steppen en Schmidt geven me heel veel tips, wat echt nog tot in detail gaat. In die zin wel dat het een mooie mix is tussen ervaren keepers, waaronder Kenny en Daniel, en dan de jongsters, als we het zo kunnen noemen, Wim, Arno en Keo. Dus zowel voor de jongens is dat een beloning eigenlijk, maar ook een bevestiging dat het werk dat we leveren bij de jeugdacademie, dat dat zijn vruchten afwerken. In alle clubs waar ik heb gewerkt, vind ik het heel, heel belangrijk dat er een zekere continuïteit of doorstroming is vanuit de jeugd naar een A-elftal. Ja, natuurlijk, het niveau is wel hoger dan bij de jeugd. Maar na een paar trainingen kom je er wel in. En, op het begin is het wel aanpassen, maar na een tijdje gaat het wel. Het is een andere houding op training dan bij de jeugdreeksen. Omdat ze leven ook van wedstrijd tot wedstrijd en het is belangrijk om die wedstrijd goed af te leggen. Dat is ook de absolute intentie van ons Japans management om beetje bij beetje onze jeugdproducten naar de A-kern te loodsen. Ik wil daar ook wel op wijzen dat we geduld moeten hebben. Hè. Het is een lange weg te gaan, maar we zien toch dat er heel wat toekomst zit in onze jeugdploegen.